Attributen van handtassen, oude riemen en schaar. Ik vind juist gaten maken heel leuk en ze dan weer dichtmaken. Waarom dat ook is, komt uit de punk. En de Vivian Westwood begon als eerste eigenlijk kleding te maken wat binnenste buiten genaaid was. Dus dat het leek of dat je je t-shirtje of je trui of wat dan ook verkeerd aan had.
Maar dat was heel bewust. Dus het tegendraadse. Dus, Ja. Hey, en we hebben laatst vernomen dat iemand van de Sex Pistols ook daadwerkelijk jouw jasje draagt tijdens het concert. Niet een bandlid van de Sex Pistols. De band Pill, dat is de tweede band van Johnny Rotten, die nu John Lydon heet. Daar heb ik, ik ben naar een concert geweest van hun en ik heb bij de merchandisingman heb ik een jasje en een overhemd afgegeven voor de band. In de hoop dat ze me een e-mailtje zullen sturen. En dat gebeurde niet. Tot vorige week dinsdag, nou weet ik niet even de datum uit mijn hoofd, maar vorige week dinsdag was er een opname van Pil op BBC 2. En na drie keer kijken van de clip zag ik dat de bassist van Pil een jasje van mij aan had. En ik was zeer vereerd en daar zijn wel wat traantjes over gelaten. Want het was de waardering, de grootste waardering die ik tot nu toe had gekregen. Doe het jezelf. Dat was het credo van de punktijd. Dit museum is niet geschikt om subsidie te krijgen, want ik vertegenwoordig mijn eigen tijd en mijn eigen museum. En het is mijn emotie die in het museum zit. En als je subsidie aanvraagt, dan moet je mensen in een bestuur nemen die jouw gedachtegoed moeten gaan vertegenwoordigen. Niemand kan mijn gedachtegoed vertegenwoordigen. Ik ben geworden wie ik ben door mijn verleden. Door mijn jeugdhuisverleden ben ik geworden wie ik ben. En ik ben dan misschien de persoon die er heel dichtbij stond. En punk is iets wat van de straat is. En ik ben op de straat groot geworden. En het recht van de sterkste in een jeugdhuis was gewoon motto 1. Overleven. En punk was ook een manier van overleven. En zeker wat ik nu uitstraal is een verhaal van iemand die in de punkbeweging zijn ei kwijt kon. Dus gewoon super gefrustreerd, gewoon de mensenmassa indook om maar te dansen. En gewoon die energie eruit te gooien. En terwijl we er heel heftig uitzagen, waren we gewoon allemaal tieners en pubers die gewoon allemaal boos waren. Je richt je inderdaad op zelfgemaakte kleding. Kleding wat gedecoreerd is. Maar jouw volliefde gaat ook inderdaad uit, heb ik gemerkt, ook met jouw punk-exposities, naar zelf uitgegeven boekjes, zelfgemaakte posters. Ja. Alles wat eigenlijk in die tijd door de punkers zelf gemaakt werd. Ja. Later kwam die commercie, kon je die kant-en-klaar producten kopen. En daar zie ik dat, die zie ik duidelijk niet terug bij jou. Ik zie echt bij jou de ambachtelijke punk-uitingen. Ja, de manier waarop wij met elkaar communiceerden waren gewoon gestenselde bladen. En die kon je alleen maar zelf maken dat je gewoon geen geld had. Dus iemand had een machine, iemand kende dat, iemand had dat onder controle. En met z'n drieën, vieren maakte je dan gewoon zo'n krantje. En dat is de ambacht van ook de creatieve inspiratie van mensen, van we willen het, we hebben wat te zeggen en dan moet je het ook met een paar mensen doen. Ieder zijn eigen kwaliteit. En je voelt, en dat heb ik zeker de laatste jaren geleerd, je voelt aan het papier en papier heeft een gevoel en het ruikt nog steeds in die tijd. Als je oude fanzines openmaakt en het plastic mappen, ruik je de inkt nog. Terwijl glossy posters, na een week is het de geur eruit. Ja, het is een ambacht. Het is gewoon het zelf doen met je handen en met je hoofd. Terwijl nu de computer doet alles. Je kan binnen een half uur een flyer in elkaar flansen. Terwijl vroeger, je knipte overal krantenkoppen uit. En die plakte je bij je teksten. Dus je was al bezig kranten helemaal leeg te knippen in die tijd om
de berichtgevingen op een gegeven moment te kunnen te maken. Dus heel veel mensen hadden enveloppen vol met die troep liggen. Oh. Van kleine zinnetjes tot grote koppen. En het handwerk vind ik prettig. Dat het mij tot rust brengt. Dat je het hoofd is vaak al zo druk. Dat je dan moet concentreren op stof, verf. Dus één keer een kwast erop zetten betekent dat het erop zit. Dus je moet je concentreren. En dan kan ik me afsluiten van de drukte in mijn hoofd. Om dan heel geconcentreerd te werken. Terwijl het ook, als je mij aan het werk ziet, ziet het er ook heel chaotisch uit. Maar het is meer wat in je hoofd al aan het creëren is. En in de huiskamer probeer je de puzzelstukjes bij elkaar te leggen. Maar de voorbereidingen die gebeuren al in de tweedehands winkel. Je hebt al een jasje thuis en je ziet een handtas. En dan denk je, oh wacht even, dat en dat en dat kan je ervoor gebruiken. In het museum zie je ook de drie basiskleuren van de punk. De fluorkleuren, roze, groen en geel. Dat is als eerste gebruikt. En het geeft een vrolijkheid. En haarkleurig geeft ook een vrolijkheid. De mensen worden vrolijk van je. Als ze je zien, zeggen ze, dat ziet er vrolijk uit. Je ziet mensen ook spontaan een glimlach krijgen. En ik heb het zwarte gedeelte van de punk omgezet naar de gele kleur. En de gele kleur is, zie het ook zonnige. Het is een deel van je leven waar je ook door bepaald bent. En niet alleen maar goede dingen kunnen jouw leven bepalen. Dus ook slechte dingen als verslaving en dat soort dingen. Welkom, dames en heren, op de Outsider Art Street Art Expositie. En voordat wij deze expositie gaan openen, hebben wij nog een bijzondere boekpresentatie. En de boekpresentatie gaat over het boek, het fotoboek van Lilith Love. En Lilith Love heeft een hele bijzondere reportage gemaakt van het meisje Risha. En Risha is eigenlijk een veelbeloofd model, kunstenares, 21 jaar oud. En die is getroffen door de ziekte van Lyme. En de ziekte van Lyme is een ziekte die overgebracht wordt door een teek. En een teek, daar word je door geprikt en dan kan je in verschillende gradaties kan je daardoor besmet raken. Waarom ik dit wil doen, deze boekenpresentatie, is omdat mijn moeder 30 jaar geleden in Nederland de eerste erkende Lyme-patiënte was die erkend werd als zodanig. En zij raakte ook verlamd en er werd tegen mijn vader gezegd, dat zit tussen haar oren, u moet haar maar op laten nemen en u bent veel te dominant. En toen kwam er een arts uit Portugal en die zei, mevrouw, bent u door een teek gebeten? En mijn moeder beaamde dat meteen, want dat wist ze nog, 2 jaar daarvoor was hij onder haar borst gestoken door een teek. En binnen 14 dagen werden de juiste handelingen verricht. En kon ze eigenlijk weer min of meer goed lopen en denken en gewoon weer normaal functioneren. En dan word ik ineens mee geconfronteerd dat 30 jaar later een meisje eigenlijk in dezelfde toestand zit. Ik heb nu inmiddels geleerd dat de ziekte van Lyme bestaat uit verschillende gradaties. En een van de zwaarste gradaties heeft zij. Maar ik praat misschien al meteen weer mijn mond voorbij, maar ik heb het voornamelijk over mijn moeder. Wij hebben Hedy Dacona bereid gevonden om de boekpresentatie te doen. En waarom? Lilith dacht, dit boek gaat over een sterke vrouw. Wij vinden Lilith een sterke vrouw en wij vinden met z'n allen Hedy een sterke vrouw. En ik nodig haar uit voor deze microfoon om de boekpresentatie te doen. Dank u. Aanwezigen. In het bijzonder natuurlijk de vader en de moeder en het zusje van een van de twee hoofdrolspeelsters van dit project. En zij, u hoorde het al, Risha Steegs, kan er niet bij zijn. Maar wel haar vader en haar moeder en haar zusje die dicht om haar heen staan. Haar vader en haar moeder dagelijks heel dicht om haar heen, want zonder die continue zorg zou ze niet meer bestaan.
Risha is niet, missen we hier niet alleen omdat zij, zoals ik al zei, een van de hoofdrolspelers uit dit boek is. Zij is ook de initiatiefneemster van dit project. Want zij heeft Lilith, Henriette Gaesteren, uitgenodigd of zij iets aan zag om haar leven te documenteren. Het leven van een ernstig ziek meisje, al 3 jaar lang aan bed gekluisterd. Het is heel bijzonder dat Henriette, Lilith, meteen zag dat dat een thema is waar zij zich mee zou bezighouden, dat dat de moeite waard was. Dat het inderdaad erin zat om er een kunstwerk van te maken. Dames en heren, dat is helemaal gelukt. Dit is niet wat je zou kunnen denken, een fotoreportage geworden van een ernstig ziek, mooi, jong mens. Het is veel meer dan dat. Veel meer. Het is een kunstwerk waarin een van de twee door de ander zo geportretteerd was en is dat het een spannend avontuur is geworden om naar die foto's te kijken. Je weet niet wat je ziet. En het boek, vormgegeven, waar is de vormgever? Die is hier ook vanavond. Die staat daar heel bescheiden in een hoek. Het boek is een museum, een heel persoonlijk museum geworden van datgene wat Lilith en Risha samen hebben verbeeld. En natuurlijk gaat dat om de moeilijke dagen van iemand die zo ernstig getroffen is. Maar veel meer is het ideale model voor een fotokunstenaar, een kunstenaar als Lilith die foto's maakt. Omdat het niet alleen maar de kwetsbaarheid, de ultieme broosheid, het lijden van iemand verbeeld, maar daarbovenuit de fantasie en het unieke talent om je in symbolische situaties te begeven. Het is werkelijk ongelooflijk dat wanneer je door dat boek kijkt of wanneer je de foto's ziet, de ziekte van je af te zetten. Die speelt natuurlijk op de achtergrond. Die speelt op alle momenten, en dat zijn natuurlijk de meeste, dat de fotografen het model liggend, zittend, steunend in haar bed, haar belangrijkste dagelijkse omgeving, heeft geportretteerd. Maar de manier waarop dat is gebeurd, de manier waarop Risha zich vermomd heeft, acteert dat zij als in een sprookje de hoofdpersoon is, dat is wel heel buitengewoon. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien. En daarom is het boek niet alleen maar de documentaire over menselijk lijden, maar veel meer dat wat hoop en kunstzinnigheid, artisticiteit van twee personen vermag. Risha zelf is ook zeker heel kunstzinnig begaafd. En dat blijkt niet alleen en vooral uit de manier waarop zij modelleert, maar bovenal natuurlijk ook door de dingen die ze zelf gemaakt heeft. Kleine collages, natuurlijk is het atelier van iemand wiens levensraam een bed is, ook heel klein. En de kunstwerken die daarin tot stand komen ook. Maar veelzeggend, relativerend, heel grappig, heel geestig. Dat is voor ons allemaal het hoopgevende van dat boek. Dat zij en dat wij als toeschouwers niet klein te krijgen zijn. Ik moet u zeggen dat Risha toch niet in de eerste plaats dat boek wilde om een artistieke prestatie te leveren. Dat wilde ze wel en dat heeft ze ook gedaan.
Maar het doel daarachter was, en u hoorde het al, om de ellendige ziekte waardoor zij getroffen is, een ongelukje eigenlijk, wat zo naar uitwerkt, de ziekte van Lyme, om het onderzoek daarnaar en de kennis daarover te verspreiden. En dit prachtige boek, ik zal het u nu pas laten zien, dit prachtige boek, een spannend avontuur, is voor slechts €25 te koop. En wat er met dat boek verdiend wordt, dat gaat naar een stichting die in het leven is geroepen, omdat ik al zei, onderzoek en kennis over deze nare ziekte mogelijk te maken en uit te breiden. Omdat zij er vanavond helaas en vanzelfsprekend niet bij kan zijn, gaat het boek naar haar zusje. En er staat ook een heel stuk in het boek over jullie beiden. Ook een heel ontroerend en heel liefelijk en heel grappig iets. Twee zusjes met elkaar. Ik overhandig jou het boek in de hoop dat heel veel mensen nu vanavond en gesigneerde Lili het boek zullen kopen en het zullen verspreiden. Het is ook te koop via de website voor dit ontzettend goede doel, maar in de eerste plaats vanavond, omdat het zo'n prachtig boek is geworden. En breng aan je zusje over dat ik verpletterd was door dit kunstwerk. Veel geluk ermee. Heel jammer dat ze er niet bij kan zijn. Het liefst had ik haar hier zien staan en het boek in ontvangst zien nemen. Maar dat gaat helaas niet, dus moet ik het doen. Ik wil ook namens haar, mijn ouders en mezelf een aantal mensen heel erg bedanken. Allereerst Lilith voor haar hele mooie samenwerking met mijn zus en haar enorme toewijding aan dit project. Ook Henk Paaimans, die samen met Lilith de selectie heeft gemaakt van de foto's en het boek heeft vormgegeven. Dan wil ik Bert Schoonhoven bedanken voor ons de gelegenheid te geven om aandacht te geven aan ons project. En dan wil ik afsluiten met een kort verhaaltje. Mijn zus en ik, hoe groot dat we inmiddels ook zijn, vinden het altijd nog erg leuk om een paar cadeautjes te ontvangen van de Sint. En zo hebben wij afgelopen dagen ook een klein boekje met uitspraken van de Dalai Lama in onze schoen gekregen. Eentje hiervan vond ik zo toepasselijk dat ik het wel mooi vond om hem nu voor te lezen. Deze is: als we echte tragedie in ons leven ervaren, kunnen we op twee manieren reageren. Door de hoop te verliezen en er in zelfvernietigend gedrag te vervallen, of door de uitdaging op te pakken en om onze innerlijke kracht te vinden. Ik denk dat wij allemaal wel weten wat mijn zus heeft gedaan. Dank. Ik ga nu over tot een andere orde en dat is het openen van de Outsider Street Art expositie. Wij hebben vanavond Renate de Andrade, die hangt aan de linkerkant en die heeft in de tuin prachtige beelden. Is een Braziliaanse kunstenares, street art. Men kent haar misschien van de gezichten die je ook vaak op elektrahuisjes in Amsterdam ziet. Ik ga er niet te veel over uitweiden, want anders krijgt ze de politie op haar dak. Wij hebben Roos Bertins, dat is de vrouw die de Black Hole heeft gemaakt. Heeft al de afgelopen week vele tongen losgemaakt bij de bezoekers. Wij hebben Crew Visual Design, die heeft de fotodesign street art gemaakt hier in de zaal. En we hebben Menno Siegers, en dat is de man die aan beide wanden hangt. Ook bekend van street art en allerlei andere uitingen. Graffiti. We hebben Laura van de Tol en dat is eigenlijk een nieuwkomer voor de galerie. Die heeft zich de afgelopen weken echt in mij vastgebeten. Net zo lang tot ik dacht van nou oké, ik ga haar exposeren. Ze krijgt de kans van me en ik denk dat ik goed geschoten heb, want ook daar zijn de reacties heel positief op. En dan hebben we ook nog, voor als u naar het toilet wil, hebben we het depot van Piotr van Moog. Dat is de toilet hier in de gang.
En die hangt ook nog van onder tot boven vol met schilderijen. Ik ga nu over tot de opening. En dat doen wij altijd met een passend gedicht. En dit keer gaat het gedicht over street art. Donkere nachten langs metrobanen, schichtig van links naar rechts. Zoek ik naar een open vlak om een creatie te spuiten. Voelend, spiegelend, luisterend, achterom, voorom, tussendoor. Hurkend, knieend, klimmend, bedachtzaam voor de buitenwacht. Kleuren zoeken zich een weg door de atmosfeer. Grauw beton laat zich markeren door fantasieën van creativiteit. Doelgericht trekt zij haar strepen door de stadsjungle. Kloppend hart, kloppend hart. Kloppend hart, in versneld tempo verschijnt de metamorfose uit rammelende spuitbussen. Gewapend anarchistisch kleur bekennen. Open riolen verworden tot street art paradijzen. Afgekeurde metrotreinen transformeren zich tot doorbochtig gierende musea. Volgepropt met burgerbevolking op weg naar het eind, alwaar koning Spuitbus en zijn kornuiten zich laven aan het kleurenspectrum van de street art. Zoek hen op, die graffiti koningen, vereer ze met trompetgeschal, laat vuurwerk knallen en behang het universum met hun namen. Zoek ze op, die nieuwe kunstenaars, vereer ze in hun tempel bij Amsterdam Outsider Art. Welkom! APPLAUS.